De vliegende start van je werkdag begint vandaag in Israël. Want er komen moeilijke dagen aan voor het land, zei premier Netanyahu gisteren in een televisietoespraak tot zijn volk. Hij zegt, ja, we zijn op alle scenario's voorbereid. We hebben verpletterende klappen uitgedeeld aan vijanden. Daar ging je verder niet inhoudelijk op in. We weten het, Hamas-kopstuk werd in Iran om het leven gebracht bij een aanval van Israël. Dinsdagavond werd er een hoge leider van Hezbollah, meneer Kfoer, doodgeschoten bij een aanval in Beirut, in Libanon. Israël sprak duidelijke taal bij een VN-veiligheidsraad bijeenkomst die Iran na de aanval bij elkaar riep. De plaatsvervangend vertegenwoordiger van Israël, Jonathan Miller, noemde Iran de motor van dood en vernietiging. Iran is not merely a sponsor of terrorism. It is the very engine driving the machinery of death and destruction that threatens us all. We therefore demand that this council moves to condemn Iran for its continued support of regional terrorism and increase its sanctions on Tehran. Nou, bij ons om hierover te praten is er correspondent David de Jong. David, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Netanyahu zegt, je moet voorbereid zijn. Er komen zware dagen aan. Wat staat Israël te wachten? Weten we dat een beetje? Nou, het enige wat er tot nu toe verslagen is, is dat, of geschreven is, is dat Ayatollah Khamenei, de opperleider van Iran, volgens de New York Times, instructies heeft gegeven om een directe aanval op Israël uit te voeren. Ja. Dat is in april voor het eerst ooit gebeurd. Dat was naar aanleiding van de liquidatie van de Iraanse generaal door Israël in de Syrische hoofdstad Damascus. Toen zijn er 300 kruisraketten, ballistische raketten en drones op één na allemaal zijn onderschept. Dus nu lijkt het weer eenzelfde soort duidelijke signalement van het Iraanse regime, het islamitische regime, dat ze Israël weer direct gaan aanvallen. Ja, en dan die Veiligheidsraad gisteravond, de VN-veiligheidsraad die bij elkaar kwam. Daar is niet gek verluid gekomen. Iran heeft daar gezegd, Israël heeft een illegale moordoperatie gepleegd en moet daarvoor worden aangepakt. En aan de andere kant voor de net Jonathan Miller al zeggen, de ambassadeur voor Israël bij de VN, de Iraniërs zijn een machine van dood en verderf. Dat leidt niet tot hele constructieve gesprekken, neem ik aan. Nee, zeker niet als je bedenkt dat Rusland nu de voorzitter is van de VN-veiligheidsraad. Natuurlijk ook een land wat nogal veel achter dood en verderf zit. Dus dat is een beetje de VN-veiligheidsraad lijkt steeds meer een instrument meer voor de, voor de show te zijn dan voor de inhoud. Ja, maar nu de grootste bedreiging die er is. Je refereerde al even naar april, naar die aanval met 300 raketten door de Iraniërs. Als Khamenei nu zegt, er komt een aanval op Israël, waar moeten we dan aan denken? Dat wordt weer een raketaanval of gaan we andere zaken zien? Want we weten ook, ze steunen Hamas en Hezbollah. Zeker, ze hebben Hezbollah gecreëerd en ze steunen inderdaad financieel Hamas. Wat we dan zien, dat kan op verschillende vlakken kan dat zijn. Mm-hmm. Nou, het gaat hier over een directe aanval. Ja. Dus of het dan weer kruis, ballistische raketten of een droneaanval is, of een combinatie daarvan, dat is een mogelijkheid. Er zal ook zeker een reactie komen vanuit Hezbollah voor de liquidatie van Fuad Shukr, de hoogste militaire commandant van Hezbollah op donderdag. Hier gaat het wel echt om een directe aanval. Ja. Dit zijn natuurlijk landen die duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn. Dus dan moet je toch wel echt gaan denken aan een raketaanval. Ja. Precisieraketten, kruisraketten, ballistische raketten, drones. Maar het wordt weer zo lang van tevoren aangekondigd dat het ook wel weer een hoog voor de bühne gehalte heeft. Want het gaat natuurlijk, Haniyeh was Palestijns, politiek leider van Hamas. Dat was geen Iranier, zoals de generaal die Israël in april
Had geliquideerd in Damascus. Dus het zal wel een andere reactie worden, van schaal, een kleine reactie, dan die in april, is de verwachting. Toch, eventjes, wat we nu zien is dat heel veel buitenlandse mogendheden ook waarschuwen voor escalatie. Is die kans er, of wat ik jou hoor zeggen eigenlijk tussen de regels door, is, nou, Iran zal met een beperkte, maar heftige aanval komen om dit te vergelden, en dan is de kous weer af? Dat is het cruwe natuurlijk. Er kan zomaar, kijk, zoals de afgelopen zondag, toen er een raket van Hezbollah een voetbalveld raakte op de Golanhoogte, waarbij 12 kinderen omdoden, 12 kinderen om het leven, ja, gedood werden. Het zijn die kleine, en wat Hezbollah dus eerst had opgeheist en toen later weer had ingetrokken. Ja. Maar dat zijn de kleine katten, dat soort, nou, het is niet klein, dood van 12 kinderen. Maar het dat zijn, kan de vonk in het vat dat geven. Dat soort katalysator kan de aanleiding geven van een totale escalatie. Ja, precies. Dat is dus de situatie waar we nu zitten. En dan natuurlijk de aanvallen van Israël, hè, met de liquidatie van een hoge commandant van Hezbollah en de politiek leider van Hamas. Ja, dat zijn geen kleine dingen. Dat zijn enorme aanvallen met grote repercussies. Natuurlijk. Precies, dat heeft impact. Even nog naar die aanval op Haniyeh. Gewoon in Iran, hè, vlak na de beëdiging van de nieuwe president in het land. Hij zat in een soort opvanghuis voor veteranen. Begrijp ik, met zijn bodyguard. Daar is hij 's nachts vermoord. Heeft Netanyahu iets gezegd over hoe dat is gegaan? Of weten we dat inmiddels? Is dat een inside job geweest? Een Mossad-actie? Hoe moeten we dat zien? En is er iets over bekend? Er wordt nooit commentaar gegeven op operaties die hoogstwaarschijnlijk zijn uitgevoerd door de Mossad, de Israëlische Buitenlandse Veiligheidsdienst. Dus terwijl Netanyahu gisteren sprak over operaties in Jemen tegen de Houthis, in de Jemenitische hoofdstad Sanaa, de succesvolle operatie tegen Fouad Shukr in de Libanese hoofdstad Beirut, de aanval op Mohammed Deif in de Gazastrook, de hoogste militaire leider van Hamas, is er met geen woord gerept over de dood van Haniyeh. Dat wordt echt, dat soort operaties, natuurlijk zeker in de hoofdstad van wat de Israëlische regering ziet als de grootste vijand, Iran. Daar wordt met geen woord publiekelijk over gesproken. Dankjewel, correspondent in Israël, David de Jong. Heb je je wel eens afgevraagd of er nog echte verhalen bestaan die zo uit een stripboek kunnen komen? Ik dacht dat er binnen de CIA een mol zat, waardoor hij zijn enige dienst die hij zou kunnen vertrouwen niet meer vertrouwde. Weet je eigenlijk wel waar het graf van Alexander de Grote is? Het is zoek, we weten dus niet waar het is. En of de verloren Hollandse meesters ooit nog worden gevonden? Er is mij ook wel letterlijk gezegd, als je daaraan kunt voldoen, zouden wij je eventueel kunnen helpen om die werken terug te vinden. Bestaan er nog echt grote geheimen die ontrafeld kunnen worden? Een nog niet gevonden kamer met allerlei materiaal, misschien zelfs met teksten en met Cheops zelf. Dat zou waanzinnig zijn. Ga mee op zoek en luister naar De Factor Kuifje vanaf 24 juni in je BNR-podcast-app.